Zonder Huus Jintus, heeft deze dagen een bijzondere betekenis gekregen. Dagelijks zien we op dit moment huiveringwekkende beelden voorbijkomen van de verschrikkelijke oorlog die op dit moment woedt in Oekraïne. Mensen slaan massaal op de vlucht. Een volstrekt klankzinnige, idiote en niet te bevatten oorlog veroorzaakt door een dictator voor wie alleen zijn eigen waarheid wil en wet is en deze buitengewoon hardhandig oplegt met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Vrede en veiligheid is ineens niet meer vanzelfsprekend. Het kent een prijs en die prijs is voor de Oekraïnse bevolking buitengewoon hoog. Ingrid van der Vechten, een van de inleiders vanavond, verwoordde het fraai in haar column in het Vriesdagblad afgelopen zaterdag. Het is misleiding, afleiding van de echte problemen. We hebben elkaar nodig om de aarde te redden, maar onze wereldleiders blijven maar treuzelen en elkaar het leven zuur maken. En ondanks, ondanks al die verschrikkingen kijk ik ook met veel bewondering naar de kracht van de Oekraïners. Een oorlog verbindt een volk en een gemeenschap. En ik spreek hier dan ook uit de grond van mijn hart de hoop uit dat wij in Nederland en zeker hier ook in Friesland ruimhartig en zonder gedoe de vluchtelingen zullen gaan opvangen. Omdat zij, net als wij, een huis nodig hebben. Maar bovenal, aandacht, liefde. Warmte en compassie, want ook voor hen geldt: zonder huis geen tus. En nu velen van hen geen tus meer hebben, laten we dan in ieder geval zorgen voor een warm huis.